jullie geven het goede voorbeeld samen met nog, wat zijn het, 112 andere kinderen geloof ik die meegedaan hebben. 112 andere kinderen, jullie hebben het goede voorbeeld gegeven. Waarom zijn we hier? We zijn vanmiddag in de raadzaal van het stadhuis in Almelo voor de prijsuitreiking van onze Hexshield-wedstrijd die we georganiseerd hebben. Hebben 115 kinderen uit Almelo aan deelgenomen en de nummers 1, 2 en 3 hebben we zo even gehuldigd. Wat is een cyberagent precies? Een cyberagent in dit spel was zeg maar het oplossen en het helpen onderzoek doen bij de politie. Wat is cyber? We hebben wel ethische hackers waar we natuurlijk steeds meer op zoek zijn. Dus nou, je ziet wel eens aangiftes in de echte cyberwereld. Hè? Dat de mensen gehackt worden. Ja, we hebben ook mensen nodig die dat voor ons andersom kunnen doen. Dus wij zijn ook op zoek naar mensen die kwaliteiten hebben. Dus dat kun je een cyberagent noemen. En nu hebben we 3 mini cyberagents die deze prijs met Hexshield gewonnen hebben. En waarom is het nou zo belangrijk dat kinderen al op zo'n jonge leeftijd dingen moeten leren over cybercriminaliteit? Nou ja, we zijn allemaal online, hè? Elke dag in dag uit. We zijn bezig met onze bank-app om geld over te maken. We betalen digitaal, we bestellen dingen op internet, we chatten met elkaar, we bellen met elkaar. En in dat verkeer dat elke dag meer en meer online wordt, lopen we risico's. Niet alleen jonge kinderen. Ook mensen van middelbare leeftijd of oudere leeftijd lopen die risico's. En het is van belang dat je je daarvan bewust bent. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Want we zien natuurlijk dat je hele cyber is ontstaan. En nou, ik ben ook alweer wat ouder, maar kinderen zijn jong. Die leren makkelijk, maar groeien ook echt op met het internet. En die krijgen te maken met cyber. Zitten op internet, moeten veel op internet doen en maken er veel gebruik van. Dus het is nooit te vroeg om de gevaren te herkennen van internet. Hexshield is er een heel mooi voorbeeld van waarbij we jonge kinderen bewust willen maken van die risico's. Er zijn ook allerlei projecten die we draaien voor mensen van middelbare of oudere leeftijd. Binnenkort komt het mobiele medialab van de politie weer naar Almelo. Waarin we ook wat mensen van een wat oudere doelgroepen bewust willen laten zijn van online risico's. En dat doen we uiteindelijk om criminaliteit te bestrijden. Wat we willen is dat wij fraudepogingen, allerlei vormen van criminaliteit die online plaatsvindt, dat we dat willen tegengaan. Wat moet ik doen? Waar moet ik op letten? Wat zijn veilige sites, wat niet? Dus ja, dat is onze kinderen, of de leeftijd van de kinderen die nu op de basisschool zitten, die groeien hier gewoon mee op. Dus nooit te vroeg om te leren hoe het veilig kan, want internet is mooi, maar soms ook gevaarlijk. Oh.